Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. Het is vandaag weer eens tijd om wat nieuwe skills te gaan leren. En een beetje te ontdekken hoe deze game zo'n beetje in elkaar zit, want daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. Ik weet wel dat ik deze beesten lekker kan doden. Alleen het is voor mij nog erg onoverzichtelijk, maar misschien komt dat nog wel. Ik heb in ieder geval weer iets nieuws gevonden. This is the mapstone. Hey, we hebben toevallig net zo'n fragment gevonden. Nou, ik wil het wel eens repair. Dat gaan we doen. Oh, kijk. Dit is zeer zeker handig. En je kan ook zien waar je geweest bent. Dat is erg fijn. Oké. Okay, nice. Even kijken. Want daar moeten we uiteindelijk heen. Oeh, er is nog zoveel. Oké. We moeten dus weer terug naar boven. En we kunnen dan naar links, denk ik, het beste. Laten we dat proberen. Eerst deze keystone nog pakken. Over keystone gesproken. We hebben wel zo'n plek gezien. Waar we nog zo'n deur hebben gezien. En we hebben nu volgens mij 1 of 2 keystones. Wat betekent dit? Dat weet ik niet meer. Goed. We kijken wel. We gaan wel even kijken waar we naartoe moeten. Die leven pakken we even. Oh, dat was hier. Waar ik naar links wou. Ik had 2 keystones. Ja, gelukkig. Oké, dan kunnen we hier weer naar links. Top. Laten we die meteen gebruiken. Zo. Ability tree. Ah. Dit is episch. Allows reusing soul links and shortens the cooldown timer. Spirit magnet. Most pickups now float to Ori. Heel nice. Quick flame allows to shoot 3 flames before recharging. Daar weet ik nog niet zo goed wat we daarmee moeten. We pakken die. Oh, verkeerde knop denk ik. Die willen we. En dan betaal ik er 1. Got it. Ook heel nice. Hier, we gaan wel gewoon lekker allemaal voor die piercing. Oké, weer wat geleerd. Of kan je, kut, kan je die beetje killen? Nee, ik denk het niet. Ah, fuck. Dit is een moeilijk stukje. Oh, kut. Rennen! Er zitten hier wel 2 keystones. Oh. Nee, spring! Dit is echt een moeilijk stukje. Oeh, en de snelle jumble jump die je bijvoorbeeld bij Mario hebt is ook... De reactietijd is iets... Heb ik maar 2 levens of krijg ik elke keer 2 damage door geraakt te worden? Ik denk het wel, want... Kut. Het eerste rage gedeelte is al gekomen. Nee, oké, rage wil ik het niet zeggen, want dan is het veel erger. Maar het is, laten we zeggen, een wat moeilijker, uitdagender stukje. Hey. Wat is dit? The energy gates were sealed by the spirits of the past. If we collect enough energy cells,
They will open a path. We hebben niet genoeg energy cells. Got it. Fuck. Hoe kom ik daar? Ja, oké. Die had ik even niet door, oeps. Oeh, daar is nog een keystone. Het is best een vette game dat ik deze game... voor de mensen thuis, ik heb deze game dus al een hele tijd liggen. Alleen elke... Wacht, kan ik dat killen? Nee, hè? Dat is kut. Maar ik heb hem elke keer niet aangeraakt. Oh. Omdat ik niet zo goed wist wat ik ervan moest vinden. En op aanraden van meerdere mensen dacht ik van, nou, toch maar even spelen. Oké, dit is top. Hé, hey, nog een keystone. Die zou je bijna over het hoofd zien, joh. Oh, fuck. Ah, je hebt geen... Oh, wat kut. Je hebt niet iets van soort cooldown, zeg maar. Dus dat je even een soort invisibility frames hebt, zeg maar. Die heb je helemaal niet. Dat is grappig, hè, dat je daar eigenlijk zo snel van uitgaat als je games wat meer games speelt, zeg maar. Dat je dan van uitgaat dat je bijvoorbeeld invincibility frames hebt, maar die heb je eigenlijk zo goed als niet in deze game. Dit stukje is echt een lastige jump. Kijk, en die kunnen wij openen. Want wij hebben alle drie de keystones. Of vier of vijf, ik weet niet eens hoeveel er waren. Hoe opende ik de map zo? Oh, we zijn bij de tree. Hallo, meneer de Spirit Tree. Wat nu? Ori, the spirit tree. He must have used the last of his strength to save you. Come now and hear our story. It was the night of the light ceremony. It was our light that she hated. Called out Ori, but my child never came. A vogel. Kuro still saying, it was the end of our days. En opeens stopt de muziek. You received the spirit tree's light. He put our fate in your hands. Listen carefully now, for you must understand. The spirit tree sustained the three elements of light, and it turned they brought balance and kept Nibel safe. The element of waters, high atop the Ginso tree. The element of winds, deep within the forlorn ruins. The element of warmth,
Beneath the Fires of Mount Horu. Oh, ik dacht er kwam nog meer. To restore Nibel to its former self, we must rekindle their light before it's too late. The first we will find beyond the spider coves, atop the tree where waters once flowed. Dus dat was the better flow. Ja. Yeah. Oké, kan ik terug? De map. Je kon uitzoomen. Kijk, want hier heb je 1% en hier 63%. Ik ben zo iemand die meestal eerst af wil maken waar hij mee begonnen is. Dus ik denk dat we hier dit nog af gaan maken. Want we hebben hier een heel groot gedeelte niet gehad. Misschien is het wel zoiets waar je niet... waar je nog terug moet komen, zeg maar, op een later tijdstip. We kunnen hier nog naar rechts, even kijken wat er dan gebeurt. Hollow Grove. Be careful, Ori. The ground is sustainable. Oh. Is hij nou zoveel beter dan de vorige die ik heb verslagen? Ik heb het gevoel van wel. Oh, hij wordt ook weer levend, wat? Oké, daar kunnen we niet eens komen. Oké, wacht. Hebben we hem niet? Ik denk dat we hem nodig hebben. Kijk. Ik heb daar iets voor nodig, denk ik, waarschijnlijk. Voordat ik dat kan. Dus hier heb ik nog niks aan. Ik kom daar nu niet meer terug, natuurlijk. I know, the spirit that died here was strong and courageous. Listen to his voice, he was able to focus. You learned Charge Flame. To use this ability, hold X to charge and then release X to detonate and damage everything in proximity. Okay. Okay, grappig, grappig. Ah, oh, daar moet ik die vol voor hebben, denk ik. Ah, daarom ligt het hier. Got it. Oké. Wat lollig. Got it. Oh. Ik zie al wat de bedoeling is, maar dit wordt wel een dingetje, denk ik. Kijk, en nu kunnen we hier... Boom! Ah. Ik was helemaal enthousiast dat er iets ging gebeuren. Ik ben nu eigenlijk ook wel benieuwd wat daarboven nog verder is.
Dan krijg je met mij, ik ben zo'n explorer, zeg maar. Ik wil... Kut. Ik wilde het allemaal uitgevogeld hebben, wat er allemaal te doen is, zeg maar. Oh, kijk, zie je dat? Nu zou ik daar naar boven kunnen komen, eventueel, als ik dat wil. Maar ik ga eerst beneden wel even kijken wat er aan de hand is. Nice. Ik heb een nieuwe ability point. Nou, dat moet je voor gedaan hebben voordat je daarbij kan. Oh ja, dan moet je hier zo. Kijk, oké. Okay. Kindle allows soul links en short is cool. Ja. Doe die maar. Wacht, wat is dit? Interessant, oké. Okay. Soul Link is ready. Life Cell. Oeh, ik heb een extra leven. Dat is zeer nice. Hoe kom ik hier omhoog? Niet, blijkbaar. Er is hierboven wel nog iets, maar het is moeilijk, want ik kan daar nu niet bij. Auw, is normaal. Spirit Caverns, ben ik al geweest? Ik kan hier nog naar boven. Ik denk niet, als ik dat zo zie, dat dat de bedoeling is. Ik heb het ook goed. Even kijken. Nee, ik kan hier niet naar boven komen. Daar had ik 4 nog voor nodig. Hier aan de linkerkant, daarboven is nog iets. Maar er zitten barriers voor. Er is hier toch onder water wel iets. Dus waarschijnlijk kan je op een gegeven moment onder water ademen. Even kijken. Kunnen kijken of... Ja, daar is ook nog iets. Dan heb je 4 van iets nodig. En daar... Oh, dat is de Gyoza Tree weer. Find the Ginza Tree. Oké, dus ik... Oh, we moeten daar gewoon naartoe. Ik kan daar sowieso niet naartoe warpen. Dus dat was ook überhaupt geen... Oké. Daar rechts is nog iets. Daar kunnen we wel naartoe. Ik zag ook dat je straks... iets aan kan geven, zeg maar, op de map. Dat vind ik altijd ook wel fijn. Oh, oeps. Onderlangs, wat is hier? Oh, hier is niks. Misschien was hier ooit iets, maar heb ik dat al. Zo. Hierboven is ook iets, maar ik heb geen idee hoe ik daar ga komen. Dit is het begin, dan gaan we naar rechts, dat is prima. Oh, ik denk niet dat we daar zomaar kunnen komen. Nee. Hier heb je nog een heel gebied. Daar zou ik nog... Ja, maar daar kan ik niet zo makkelijk naar boven komen. Wellicht is het idee om hier linksboven even te gaan kijken. Hierboven, zeg maar dat is kut, want daar kan ik niet zomaar komen. Nee, zie je, dat haal je niet. Kut, sorry. Hier beneden kan ik nog zijn. Wat was hier ook alweer? Hier kon ik warpen, waar naartoe?
Nergens zeg maar toe. Nu kan ik hier dan wel naar boven komen. Ori, this statue looks familiar. I've seen it before. Dat is fijn. Hoe moeten we daarmee? They found the hell. Ah, cute. I remember them many years ago when the spear tree was but a sprout. Nauru, the young one, looked after us whenever she could. Nice, that's fine. Black root burrows. Spannend. Lost her to Z-Dog. Oh, what the fuck gebeurt er? Ik zie niks! Was wel duidelijk dat ik niks zag, hè? Oh. Waar ben ik? Ja, we moeten naar die bureaus toe. Ik moet alleen eigenlijk zorgen dat ik mijn... Oh wacht, save game kan ik zo meteen toch bij dat ene gebeuren doen. Dus dan loop ik die kant wel op. We moeten hier zijn. Nee, we moeten nog ietsje verder. Hier naar beneden. Ja, hier moeten we naar beneden. Ah, maar dit hebben we net al gezien. Moet dit nou weer opnieuw? Blijkbaar moet dat dan weer opnieuw. Op de child who appears a light. Yes, dit hebben we al gezien. Dat was niet mijn bedoeling. Ik wou 7, kut. Kan ik hier bovenop komen? Nee. Dat ging gelukkig goed, maar dat was meer geluk dan wijsheid. Sonic's ready, dat is fijn. Kut, kut. Oh, fuck. Dit gaat een moeilijk stukje worden. Dat heb ik al door. Oh. Blijkbaar. Nee, dat gaat niet. Oké.
wat kut. Nou, dit gaan we de volgende aflevering doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.